fucking koud de hele dag. Probeerde te coachen, ging aardig. Maar ja, toen ik wegliep, pak Reus die laatste set 6-0. Precies. Reus, goed gespeeld. Die heeft juist gewonnen, ja, die jongen. Gezien, volgens mij was het appeltje eitje. We staan sterk, 4-1 voor. 3-1 voor, 4-1 voor. Lekker. Ik, ja, met minder dan 6-2 ben ik meer tevreden vandaag. Oké, okay. Nou, prima. Analyse. Ik ben heel benieuwd. Ja, kleine, van alleen van onze zaken bedoel je? Of ja, nou ja, ik mag ook over het algemeen. Maar ja, ik vind jouw wedstrijd tegen het Drietje ook wel heel interessant. Ja, wedstrijd tegen het Drietje. Ja, ging heel goed. Ging heel goed. Ik zag het. Het begon matig, kwam 2-0 achter. Volgens 5-2 voor had ik echt lekker de zone te pakken. Stond lekker te raken. Pak die set ook. Ja. Tweede set begon niet echt op een meer in zijn spel te komen. Ja, om gewoon grote fouten te maken. Je zat al ja. Met je hoofd. Ja. Hij zat met zijn hoofd. Kijk, weet je wat fout gaat? Hij zei tegen hem, we moeten gewoon met hem een beetje grapjes maken. Gewoon een beetje grapjes. Kan niet normaal mooi. Bla bla bla. Je kent het wel. Mm-hmm. En op een gegeven moment dan win je zo'n set. Ja. Op, ik moet zeggen, bij de eerste set stond het 5-2. Ja. En toen was het ook al heel lang geleden. Maar die won je nog fantastisch goed. Ik dacht, nou, nu... 5-3. Ik dacht, nou, nu is het wel afgelopen. Maar... Wat schetst mijn verbazing? Jongen, die blijft gewoon bij tot 5-4. 5-4 voor hem, hè? 5-4? Deze fucking keizer! Fucking keizer is het! Ja, 5-4 voor hem. Gewoon. En ja, dan zit hij met zijn hoofd, denkt hij van, oh, wat gaat er nu gebeuren? Ik ga winnen, ik krijg een 1,8 erbij, weet je wel. Het overkomt nu, ik ga Diet van de Scheur sms'en. Sepp gooit er een fusje in. Hij zei dat niet. Oh, misschien had je dat moeten weten. Dat had ik dan moeten weten. En ja, als je gaat denken aan overwinning, dan gaat het fout. Ja. En toen de derde set, daar hebben we het maar niet meer over. Ja, precies. Oké. Okay. Nog een beetje douchebogel of zo. Ah, dat lijkt me een heel goed plan. Pilsje. Leuk. Kijk, pilsje. Geniet ervan. Hebben jullie verdiend. Debat gewerkt. Ja, maar komt het met aan de eigen, hè? 7-1, puntje van de eigen. Precies. Ja. Goed bezig, jongens. En de hakker uit Zuid-Laren, die gaat nu echt beginnen. En die is toch wel van hak, de boer. Dankjewel, tot volgende week. Volgende week GC, jongens. Oké dan. Kaptein. Helemaal goed. Wie pakte? Ik denk dat ik hem pak. Ik denk dat jij een set voorkomt tot 5-4. Ik denk gewoon weer 5-4. En dat je al denkt, oh, ga even kaptein winnen, super mooi. En dan, ja, dan geef ik hem weg. En dan ben ik gewoon klaar mee. Dan denk ik, ja, ik heb laten zien wat ik kan. Ik speel niet voor mijn rating, dus ik doe gewoon niks. Nou, heel belangrijk. Goeie preview. Ik ben benieuwd. Ja, we zullen het zien volgende week. Spannend. Het is echt voor ons super belangrijk. Die moeten onder ons houden. Ze hebben alleen maar, ja, van die, ze hebben goede heren, maar alleen van die zeekoeien verder natuurlijk. Dus daar moeten we toch een beetje pakken. Dus we hopen op Boom Boom Boske. Dat die nu even... ja, en de eigen, hè? En die dames dubbel, dat was ook weer... Dat kan beter volgende week. Oké, okay. Nou, ik ben erg benieuwd. Maar ik ben er zeker bij. Jullie spelen thuis volgende week? GC zat vrij. Spelen uit tegen GC. Oh, heel goed. Ja, nee, heel slim. Ook dat dit op film staat. Oké, okay. De eigen is het, hè? Oké, het puntje van de dag. Hartstikke goed. Nou, ik ga nu even iemand zoeken die de formulier van mij wil vullen. Is goed, succes. Ik hoop het niet. Dat is duidelijk. Oké. Okay. We hebben een secretaris bij verrekken, toch? Ik zou niet weten wie dat is. Die kan wel goed schrijven. Die is fucking goed met schrijven. Die moet ook een heel helder handschrift hebben en zo. Ja. Anders kun je het niet. Deze is bij de KNLTB natuurlijk.
Zonde. Zou jammer zijn. Ja. Maar de secretaris heeft hele verkleumde vingers, dus ik kan vandaag echt helemaal geen woord goed schrijven. Dus, Dan neem je lekker mee naar huis, doe. Daarbij, hier is de hakker hoor. De hakker zit ook gewacht op pils. Nou, hey jongens. Pils, hè. Wow. Kom op! Ja! Lekker, jongens! Hallo. Je hebt geen biertje. Je hebt geen biertje? Maar kun je mij even wat vertellen over vandaag? Ik ben vandaag speelde Tam 5 tegen Freck 2. We hadden Freck 2 in principe gewoon echt een fantastisch mooi team. Ja, dat kan niet om. Begrijp ik. En van tevoren denk ik concurrent weet je wel, nummer 3 op papier. Mm-hmm. Wij zijn nummer 2 op papier, dus ik denk van 5-3 winnen. Oké. Ja. Ja, maar dat... En dan nu staat er op score, was het 7-1 hè? Echt waar? 7-1. Waar staat het? Dat is een super tuig afgelopen. We hebben 1 puntje verloren. Ah, dat is netjes. Of ja, jammer van die 1 denk ik toch. Ja, dat ging hartstikke goed joh. We hebben echt goed gespeeld. Mixje 10-1 super tiebreak gebeurt ook niet vaak hè. Super tiebreak 10-1. Seth van den Berg. Die, Seth van den Berg was die erbij. Mag wel iets meer politiek worden in het team. Want ik vind, hij is meer met rechten bezig dan met de competitie vind ik. Dus dat is jammer. Deze zal ik mijn prioriteit... Mam, ik zal mijn prioriteit even 7 weken omgooien. Snap ze wel. Oké, ik hoop voor We liggen goed op schema. Ja. Ja, net nog een belletje gekregen van Mix 1, die stond 4-0 achter in de enkels. Okay. Ron Nevens, die enkel, die won 3 games. Maar die heeft Tom nog goed hersteld als captain dat het 5-3 is geworden. Dat heeft hij ook goed gedaan. En voor de rest... Frek het 3 en 4 zijn er vrij hard afgegaan. B.J. van Dalsen. B.J. van Dalsen, ja. Ik heb al een hele analyse van hem gehad hoor. Onze vriend extra katten. Precies. Nou ja. Goed gespeeld. Fantastische wedstrijd. Wij zijn heel tevreden, dus wij gaan nog even lekker een biertje drinken. Oké, ik zeg kampioen. Ik zeg zesde speeldag, dat wordt belangrijk. Lely staat thuis. Daar gaan de jongens onderscheiden worden van de mannen. En de dames van de vrouwen. Nou, ik ben erg benieuwd. Ja. We zullen zien. Hey, proost. Fijne avond. Hetzelfde.